Nieuwe zaak weer. Met carnaval zijn mensen in voor een geintje. Dus een student van 19 dacht nog even dat het een grapje was toen die van achter werd beetgegrepen. In de nacht van zondag 10 op maandag 11 februari vorig jaar is een 19-jarige jongeman net uit geweest met carnaval in Os. Het is eigenlijk best vroeg als hij weer naar huis terugfietst. Het is net middernacht geweest. Ik had net toevallig een vriend gebeld, maar die was net iets eerder dan ik vertrokken. Ik zeg, nou ja, dan fiets ik wel in mijn eentje terug, ik heb al 1000 keer gedaan. Dus ik fiets in de regen terug, dus ik had mijn kap zo over mijn hoofd. Wanneer hij in de Asterstraat fietst, wordt hij opeens verrast. Plots hoorde ik achter mij 2 voetstappen. Meekomen! Hey, hey! Toen werd ik echt in de nekklem gegrepen van mijn fiets af. Op het begin dacht ik, kijk even, dit is een vriend van mij of zo, die op de kloot of zo. Maar ik liep toch wel van dag uit door met mijn keel dicht. Ik denk, goddomme, dat is wel heel. En toen werd ik achteruit gesleurd. Toen werd ineens mijn voet opgetild. En tot die tijd dacht ik eigenlijk nog van, ja, dit is, ja, had ik niet echt door wat er eigenlijk aan de hand had. En toen dacht ik ineens van, verrek, dit is wel echt, dit is wel het echte werk. Het gaat zo snel dat hij niet eens om hulp kan roepen. Toen is de bus met een noodgang weggereden. Hij moet op zijn buik liggen. Hij kan niets zien van de mannen. Eigenlijk op het begin is het eerste wat je door je heen ziet, dat je deze een greppel gaat eindigen, daar ben je natuurlijk mee bezig. En dus, er schiet zoveel door je heen dat je denkt van wat gebeurt hier? En de chauffeur had het idee om overal echt plankgas over die drempels heen te rijden. Dus ik kreeg nogal wat klap op mijn gezicht op de grond. Ook al probeert hij duidelijk te maken dat hij niks heeft, het helpt niet. Was je pincode? De mannen doorzoeken alle zakken en vinden zijn telefoon en pinpas. Hij geeft zijn pincode. Doodsangst, natuurlijk heb je die wel. Ik dacht echt, het duurde voor mij voor zo lang. Ik dacht echt, ik zit echt ergens in een Bols of Eindhoven of weet ik veel waar ik zit. En nou ken ik Os vrij goed. Maar ben ik volgens mij ongeveer in de enige wijk terechtgekomen die ik niet kende. Dus ik kom in die wijk aan en ik kijk omheen en ik denk, ik heb geen idee waar ik ben. Uiteindelijk blijkt dat de daders hem in de Philips de Goedestraat uit hun busje hebben gezet. En dat ze binnen een half uur met zijn pas zijn gaan pinnen bij een bank aan de Vierhoeksingel in Os. En wat was dan hun buit? Een paar honderd euro die ze ook nog met meerdere daders hebben moeten delen. Die daders hebben die nacht van 11 februari 2019 waarschijnlijk gereden in dit kleine vrachtwagentje. Dat toen in de buurt van de Asterstraat in Os is gefilmd. In de reconstructie zag je dus meer een busje, maar in werkelijkheid was het dit voertuig waarschijnlijk. Best opvallend met die verlichting. Wie weet welke mogelijke daders in zo'n vrachtwagentje rijden. Nu aan de telefoon van Rijders. Dit is een al wat ouder onderzoek, maar u hebt de zoektocht naar de daders nooit gestopt. Zeker, we hebben het hier toch over een ontvoering, dan ook nog van een willekeurig iemand die gewoon op straat fietst. We hadden eigenlijk vrij weinig aanknopingspunten om de daders te vinden, behalve dat korte stukje bewakingsbeeld van een voertuig. Onlangs is er echter informatie binnengekomen dat dezelfde daders ook nog een echtpaar in het nabijgelegen Uden zouden hebben overvallen. Daar hebben we meer sporen en zelfs bewakingsbeelden van de vermoedelijke overvallers. Duidelijk, mevrouw Reinders, we gaan snel met z'n allen kijken wat daar is gebeurd. Zo'n 2 maanden na de ontvoering in Os wordt hemelsbreed zo'n 13 kilometer verderop een echtpaar aan de Rode Akker in Uden slachtoffer van een overval. Zondagavond 14 april komt het echtpaar rond 11 uur thuis. Ze hebben allebei die zondag buitenshuis een drukke dag gehad. Nog even ontspannen voor de buis en dan naar bed voor de week weer begint is het plan. Tot de bel gaat. Dat is gek. Zo laat verwachten ze geen bezoek meer. De man gaat toch maar even kijken. Er zal toch niet iets mis zijn met iemand die ze kennen. Naar binnen! 3 mannen met bivakmutsen duwen hem naar binnen en een van hen begint hem te slaan met een stok. Maar de man is niet van plan dat te laten gebeuren. En zijn vrouw ook niet. Ze pakt het eerste beste wat ze ziet. De schoenen en het andere verzet komen hard aan, want de mannen rennen weg. En vergeten in hun eigen paniek ook nog hun wapen. Een getuige ziet nog dat een donkere Volkswagen Golf, mogelijk een type 4, op ze wachtte. Naast dat pistool is er ook nog een bivakmuts gevonden. Daar kun je dan sporenonderzoek aan doen. En er is daar in de buurt van de Rode Akker in Uden ook nog iets anders interessants gevonden. Bewakingsbeelden dus. Een camera in de buurt filmt die avond waarschijnlijk de overvallers. Vlakbij een parkeerplaats bij het appartementencomplex waar het echtpaar woont. We hopen dat iemand een vermoeden krijgt wie hier toen liepen. De 3 overvallers waren volgens het echtpaar ongeveer 1,65, 1,75 en 1,80 meter lang.
Mogelijk was een van de daders getint. Overigens is niet alleen het slachtoffer flink geslagen met dat stuk hout. Het kan heel goed zijn dat een van de overvallers zelf ook gewond is geraakt door een schoen of verdedigende klap tegen zijn hoofd. Is dat misschien opgevallen in de periode na half april 2019 bij een van deze mannen? Met name de schoenen van de tweede zijn opvallend. En er zijn dus pas sinds kort aanwijzingen dat deze daders dus ook te maken hebben met die gewelddadige ontvoering van een student in Os. Wie zit alsnog het verband? Laat het weten.